Hey, leuk dat je kijkt naar deze video. Er is wat uitleg nodig. Ik had de aflevering nummer 17, de Grand Prix van Rusland, had ik opgenomen. Het was echt een briljante aflevering. Heb het echt prima naar mijn zin gehad. Resultaat mocht er ook wezen. Ik had de race gewonnen in de career mode. Toen ik klaar was met de aflevering, drukte ik op opname stoppen. En toen stopte dus blijkbaar ook mijn computer ermee. Met als gevolg dat het bestand niet is opgeslagen of in ieder geval corrupt is geraakt, waardoor ik het materiaal niet heb kunnen gebruiken. Na even flink zitten te vloeken en tieren, heb ik een oplossing gevonden. Ik had nog wat materiaal liggen van een 100% race die ik met een groep jongens had gedaan. En dat was toevallig ook op Rusland. Dus ik dacht, prima. Het mag dan niet de career mode Grand Prix zijn, maar het is wel een race op Rusland en die heel erg leuk was. Je zult het vanuit mijn perspectief zien. Af en toe ook wat beelden er doorheen geknipt van Koos van GameKings. Ik heb eigenlijk niet gevraagd of ik zijn materiaal mocht gebruiken. Maar als bedankje zet ik zijn linkje in de beschrijving. Je kan gewoon hem een keer checken wanneer hij weer eens live is. Hij had dit toevallig destijds ook gelivestreamd. Dus ik zou zeggen, geniet van de race. Mijn excuses voor de gemiste aflevering. Dit was een technisch foutje waar ik niks aan kon doen. En dan zie ik jullie graag de volgende keer weer. Kinai, is het mogelijk dat jij een soort voice activation hebt in plaats van open mic? Dat kan ik wel instellen, ja. Zo graag, want volgens mij hoor ik je buren gewoon een gras maaien. Zo, ik heb ook een hele slechte Ik moet wat er meer inzet. Zo, dit is echt ruk, hè? Ik kan net zien dat het bij Toro Rosso net niet is. Want ze zijn als je gewoon goede tijden neerzet, hoef je niet meer uit, hè? Ja, ik kom geef ons ook een kans. Ja, kan ik een half stuk sneller. Maar Renault is in top 10, heet die weer. Ja. Bij Don ligt zijn wiel eraf. Ben ik nog op Ja, ik weet niet wat er is gebeurd, maar mijn computer heeft hem ergens tegenaan geboord. Ik heb een half seconde voor op mijn... Smash die 1.35, die heb ik hem toch even eruit gepoeld. Heel netjes, zeker. Ja, netjes ja. 35? Ah ja. Daar ga je, Koos. Ja, ik heb hem echt voor Ik ga gewoon vol gas voor nu. God, Sam. What the fuck? Jezus. Gaan de rest erbij. Oh. Oh. Wat de fuck? Overleef. Overleef. Oh shit! Oh. Zo, skate! Lekker man! Ik hoor nu! Domme! Fucking hell, oh, tweede, derde! Fuck jongens! Ik ga echt heel voorzichtig! Oh shit! Kom op jongens! Ja, zo no, blij! Wat ik al leven! Oh god! Die komt er nou weer naar binnen! Oh no! Sensei! Even chill man! Hey! Wat is dat nou zo dan? Daar gaan we even rijden. Sorry. Ik heb er geen bal van. Oh, kom maar even, ja, linksgeus. Oh, Sensei, pas op man. Hey, ja, Sensei, God. Die is echt wel aan het douwen. Jezus, je kom op man. Zet die kaart. Ik ben ook door een Ferrari. Het wordt echt gereden als een mobiel man. Ja. Ik dacht even dat Keenik kon pakken, maar hij ging zo traag die... Aris, rij eens een beetje door, kom op! Hey, wat ja, gebeurt er nou? Ja, hij zegt tegen mij dat ik delta speed moet reduceren. Ja, maar ja, je zit... Je moet de boven die tijd kijken. Kom op, caps racer. Wat? We zien geen echte formulieren is. Jezus. We doen de position... Hé, hey, geef de position terug! Ga dan voorbij! Wat is... Ga dan voorbij! Nee! Goed car! De ghost car doet dat, Jerry, what the fuck? Ja, wat is dit nou weer, man? Oh, dit is echt heel sad. Zo kan ik niet rijden, hoor. Jezus Christus. Oh, 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 ik heb weer een gigantische achterstand door een fucking ghost car! Dit is op mijn positie, hè? Weet ik, maar ik moet toch de pitchen. Mijn vleugel ligt er volledig af. Ik kan moeilijk mezelf parkeren voor jou. Dan zweek ik het wel, want ik knal ik je er zo meteen vanaf. Nou, we gaan het maar op hard proberen dan. Nou, show off.
En de fastest lap. Hartstikke idee. Hij is weer helemaal terug. We gaan voor P1. Races zijn niet echt de momenten waarop je dat soort shit experimenteert. Ja, maar wanneer heb ik de tijd voor gehad dan? Weet ik veel. 3 uur s'nachts, I don't know. Het maakt tijd. Kut menu. Is er nou volgende week niks, jongens? Omdat ze zoeken op week is. Dat is heel raar. Dat is gewoon omdat die Steam updates op zeker om de 5 minuten. Ah, ik hou wel in. Ja, daarom. Ik heb anderhalf seconde ingehaald. Ja, die banden van mij, jongen, die zijn helemaal op. Ik glijd. Ja, maar je ook. Mag ook gewoon opgeven. Hell no. Plus, ik ben misschien wat ERS en fuel insparen. Maybe. Ik ook. Oh, fuck. Jawel, tuurlijk al, Koos. Kom op. Smash plan B. Plan B. Had je een plan A? Dat was bij de stagje weer eruit rammen, denk ik. Jullie tijd voor plan X. Wat is dat, Steven? Plan B van Beuk Koos. Is je weer op winnaarskoers, Don? Ja, derde. Kina is dat derde bij mij. Maar dat is ja, dat net de pitstop, denk ik. Oh, ik sta derde. Suck! Ik krijg langzaam maar zeker Don in beeld. Maar ik ga de pits in, dus daag. Mijn vleugel is het gehaald. Ik heb ook nog een... Ik heb nog bijna niemand tegen. Ga jij voor de 2-stop, Koos? Ik ga voor 1-stop. Ik wil 2-stop. Nee, gaat me niet lukken. 2-stop op het kaartje. Kan iemand even een screenshot maken dat Alves en ik weer op 1 en 2 rijden? Dat is een screenshot, want dit kunnen we niet vasthouden, denk ik, maar... Pick your battles. Nou, in één keer naar links, Koos. Ja, ik zat vast bij de pit-entry. Ik was daar echt gespint, maar ik kon niet... Heeft de car deployed? Nou, free pits, Koos. Godverdomme. Jezus, Alvis, hè. Nou, en daar heb ik net echt pitstop gedaan, hè. Nee, ik heb niks verkeerd gedaan. Nee, maar ga even... Gewoon vaak lang doorrijden. Want dan zal houden we de Q. Oké, stay behind Kine. Oké, we hebben een meme. Het is wel een uitdaging op zich om gewoon... Netjes achter te zitten. Oh, Jesus! Gas, kom op, man! Okay, wat was dat? Ah, hoe bestaat dit, man? Gasten! Heel gek, jongens. Ik was gewoon weer bezig van podiumplek, van een plek 17. Rot op, man. Jongen. Ja, zo, Keen 1 Alfist. Side by side. Best wel, ik ga er voor direct voorbij. In de bocht. Ja. Hoe ik elke keer de lul ben, what the fuck, man. Achter jou zit een zitten. Fok, Max. Dank je. Thanks. Oké. We kunnen racen, boys, we kunnen. Hey. Go get him, Don. Wat blieft, ik krijg... Ja, fuck joh, ik krijg door. Deze is echt ongelooflijk. Ik krijg weer een drive-thru penalty omdat de safety car er nog is. Je kan niet altijd op de computer klagen, hè, Alvis, kom op. Hé! Hey. Geen probleem, ik haat niet. Ik krijg een drive-thru penalty. Doe hem niet. Het is maar een spelletje, hè. Ik heb niks gedaan. Hier heb je, wie klagt er nu is niet meer. Oh, joh. En niks aan, ik baat gewoon doorrijden. Zo, Kenzie, heb je wat vrijheid genomen met de lijn? Ja, maar ik ben me zo kapot aan het lachen, ik kan me niet concentreren. Ja, maar ik zal eventueel een plan B kunnen doen. Alvis, als je plan B, we zitten alweer in plan M. Ik heb uit dat vast een koers bij je lang. Heb je nou een stop and go, Alvis, of drive? Een drive trip die gewoon van niets? Hé, hey, rustig, ik vraag toch gewoon, joh! DRS has been enabled. DRS is now enabled. Ja, dat is anders. Heel wijd. Ik wil extra breed gaan om je voorbij te laten. Kwak die muur. Nee, dat
Tikje! Oh, ik het? Ja, maakt niet uit, maakt niet uit. Komt goed. Okay, this is Jeff. I need you to stop cutting the corners if you keep stop er even mee. Ja, dat inderdaad. Zou ik nou wel eens tegen Bastijn willen zien racen? Nee, zo goed ben ik absoluut niet. Jawel. Ja. Neem het complimentje nou, fuck jou. Jij wat een compliment niet, je neemt het, godverdamme! Door zijn strot duwen. Een trilo. Ik heb ook nog een Discord hoor, zo'n trilo. Zijn nou een vies woord? Oei oei oei. Iedereen zit volgens mij elke week te kijken. In de hoop dat er weer iets misgaat bij mij. Dan met z'n allen, lol, laugh out loud, hohohoho. Nou, maar Koos, als jij 53 rondjes voorop rijdt, is dat ook niet leuk voor je stream, hè? Nee. Wel leuk voor mij, ik doe het ook alleen maar voor mezelf. Fuck al die mensen die hier zitten kijken. Waarom gebeurt er niks spannends meer? Ja, ik wil je wel van de baan rammen, maar ja, de... Oh, je bent kwaad. Dus, ja, maar ik had zoiets van karma. Dit verdien je. En nou zijn nou, je... Nou, ik kom dadelijk wel hoor, achter jou, Kenzie. Singapore, dat was een foutje daar. Dat had ook niks met Peppe zelf te maken. Kom eraan, Blastfire. Joep. God, man, jullie. Tuurlijk. Ik dacht, dat moeten we niet hebben. Ik wil niet wel dat we soms de hond hebben. En ik maar denk dat je graag die 7e positie had. Oh, die wil ik zo graag. Niels! Bam! Okay. Eerste bandje, eerste ronde, soft. Zie ik op niet eens uit je woorden, man. Oh, de shitty. Nee, al die tijd op mijn gamezaal. Joop, alle penalties. Dus jij was dat, ik vroeg me al af. Eentje hoor. Van wie dat was, joh. Ja, door mijn kat wel plaats. Last, mag ik links langs? Als je... Ah, dat is een handige links, gek! Pak hem, Last, pak hem! Dat is echt het tegenovergestelde van links. Dat... Jezus Christus! Want waar rijd jij nu, Elvis? In de laatste sector, neem ik aan. Ja, ik rijd in de laatste sector, ja. Man, ik ben er vandoor, ik stel voor dat we... Oh, dan hoor je erg. Hé, hey, maar Kinsey, ik zie dat je me bijna zo weer gaat lappen. Wil je een beukje geven? Nee, ik ben met Don in battle, doe maar even. Zeg maar wie de target is en dan kleine torpedo. Je hebt de target al gemist. Koos, je mag ze allebei af. Ah, ja, die is er al voorbij. Kina is nu gewoon aan het opschrijven. Dat vind ik grappig. Ik had één ding in mijn leven, ik had die snelste ronde en nu is het gelukt. Handig, jij die cheats. Ik kan me voorstellen dat het voor jou cheaten lijkt, maar... Ik ben alles aan het sparen, man. Het gaat niet waar zijn. Inmiddels al 36 seconden, Kenzie. Gelukkig. Sorry, wat? Je rijdt door een tunnel. Ja, dat dacht ik. En je hebt nieuwe bandjes, hè? Ik had nieuwe bandjes. Maar op het einde van zo'n race gaat de concentratie weg en dan is een bochtje moeilijk. Concentreer je dan? Je vraagt wel veel van me. Niet. Godverdomme, ik dacht heel even dat mijn batterij vol zat. Ja. Sorry. Ik mute mezelf al zo. Nah, is niet nodig. Nee jongen, het is ook weer niet. Ik ben lief dat je erbij bent, Kate. Maar ik dacht echt even dat het mijn eer is. Nee, deze issue had ik dus eerder al. Maar dat heb ik toen gefixt met een andere kabel. Maar om de een of andere reden... Ik denk dat Discord weer instellen moet. Heb ik je geraakt, Kinai? Ja. Ja, ik wist niet of je er nou naast zat of niet helemaal. Het was een beetje ja, apart. Ja, dat precies de geluid. Gaat Alvis nu met de overwinning vandoor? Nee. Dat kan niet. Daar was ik bijna gecrashed. Dammit. Klein smisje. Eentje van 3 seconden, dus ik denk dat je hem hebt.
Dan zeg ik nu echt alles op alles. Oh, ik denk dat het leuk te zijn in de chat. Don, gefeliciteerd jongen. Grazie ragazzi. Gefeliciteerd Don, mooie reis. Ja, bitterzoet. Want ik kon je niet helemaal zien, Kinai. Dus ik weet niet in hoeverre ik op je instuurde. Ja, je deed wel behoorlijk de deur dit, maar dat maakt niet uit. Oké. Ja, want het pijltje stond rechtsachter. Dus ja, ik zat van ja, als ik hem een beetje knijp, dan moet je remmen. Maar ik heb je geraakt. Het maakt niet uit. Het maakt niet uit. We will speak later. Oh, ik vond het leuk dat ik echt naartoe kon rijden de hele tijd. Ik zat aan starten, dus ik heb lopen. Ik was 6 seconden van de leider. 6 seconden. Ja, als zou het een ronde langer zijn, dan had je me sowieso gepakt. Ja, klopt. Ik zat de ronde al achter, zodat ik gewoon een beetje op te laden. Zo voor die laatste ronde. Ik denk, als ik er dan voorbij ben, dan... Maar ja. Ah, die... Stomme trap. Nou, was een mooie race, boys. Zesde. Belangt blij dat ik niet laatste ben. Nou, wat denk je van mij? Ja, dat ben ik. Maar waarom dat ik die drive-through penalty heb gekregen, snap ik niet. Oh, mooie race, boys. Echt mooie race. Ja. Ja, racegenoten. Niet van gelachen. Zeker. Ja. Don, hebt hij eerst zacht en dan harde banden gepakt? Ja, van soft naar hard. Dat ging prima, want... tijdens die hele safety car gebeuren, er kwam geen eens een procent bij, ja. Bij die hards. En uiteindelijk met een winst in mijn broekzak sluiten we deze race dan alsnog af. Dan heb ik de career mode gewonnen en dan heb ik dus deze ook gewonnen. Dus in zekere zin voelt dat dubbel zo goed. Bedankt voor het kijken. Doe een duimpje omhoog mocht je de video leuk vinden. Druk op de 2-knop op je beeldscherm. Wil je andere video's zien? Zie ik je graag de volgende keer weer. Doei!